Even voor de duidelijkheid. Ronald is van Fox IT, waar dan heel veel deskundigheid zit, wat jullie dan inhuren. Lodewijk van het OM kijkt of dat allemaal wel klopt. Je gaat natuurlijk wel steeds kijken van wat kan en wat mag. En dan zit jij er bovenop. Nou, laat het even concreet houden. Heb je een zaak waarbij je bij Team High Tech Crime hebt samengewerkt? Eventueel kan over vertellen hoe zoiets nou gaat. Je had het er net al eventjes over volgens mij. Dat is de zaak die heet Descartes. En dat is een verlenging van het onderzoek naar Robert M. Daaruit bleek dat er ook kinderporno werd uitgewisseld op systemen die in dat verborgen Tor-netwerk binnen op het internet zitten. En dat was de meest ranzige kinderporno die je kan tegenkomen. En daar hebben ze als politie naar gekeken en gedacht van waar staan die dozen? Want dan bellen we gewoon de politie op in dat land en dan laten we ze uit de muur trekken. Maar een belangrijk eigenschap van dat Tor-netwerk is dat je dat niet kan vaststellen waar ze staan. En dus uiteindelijk, dus je kan ook niet naar een ander land bellen en daar een officier van justitie vragen van wil je hem uit de lucht trekken. Wat je wel kan doen is inbreken in zo'n computer. En pas als je hem ingebroken hebt, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je bijvoorbeeld de identiteit vaststellen. Dan zie je het echte IP-adres aan de achterkant, waardoor je weer een spoor hebt en met andere politiediensten verder kan gaan. En het tweede, en dat is ook wel ludiek, maar wel handig geweest in dit geval, is de plaatjes die er stonden vervangen door KLPD-logo's. En dan zie je ook wat voor een belangrijk effect dat uiteindelijk heeft. Want dat is op een aantal servers maar gebeurd, terwijl we er veel meer in kaart hebben gebracht waar dat op zich afspeelde. En die mensen die voelen zich ontzettend veilig, die helpen elkaar ook, hoe bouw ik zo'n veilige server dat ik niet gepakt kan worden. En dit is voor hun een van de eerste keren geweest dat ze zich onveilig hebben gevoeld, dat ze gemerkt hebben, de politie zit om mijn hielen. En behalve die 12 waar we binnengetreden hebben, zijn er nog veel meer uitgegaan. Ik denk dat ze ondertussen misschien wel weer aanstaan, maar daar is nu een landelijk kinderporno-team voor om daar continu bovenop te zitten. Maar precies die kennis om in te breken, dat was er toen nog niet bij de politie. En dat is allicht ook een opbouw ondertussen. En daar hebben wij toen assistentie bij verleend. Ja, oké, want dan moet je dus kennis inhuren. Je kan ook niet alles paraat hebben. Ja. Maar inderdaad, je besteedt wel iets uit aan een bedrijf. En dan kom jij erbij. En dan kom jij kijken of zij niks doen wat niet mag. Of? Dat sowieso. Als we samen met de opsporing, als we externe inhuur doen, dan betekent dat niet dat we die bedrijven volledig hun gang kunnen laten gaan. Uiteindelijk blijven binnen de opsporing, blijven zelf verantwoordelijk voor wat ieder in het kader van die opsporing doet. En dat betekent dat als de mensen van Ronald in dat specifieke onderzoek bij ons komen, dat zijn mensen altijd worden begeleid door rechercheurs vanuit het team High Tech Crime, die continu meekijken wat gebeurt hier. Gebeuren hier geen dingen die wij zelf niet mogen, want dat is natuurlijk de voorwaarde, hè? Mensen van Ronald mogen geen dingen doen die wij zelf niet mogen. Nee. In dit specifieke geval ben ik, dat is dan iets wat ik zelf ook vond, een klein stapje verder gegaan. Ronald had het net over inbreken. Nou, laten we er geen woordspelletje van maken. Wilbert had het over betreden. En zo zien we dat ook. Dat daadwerkelijk op die knop drukken om zo'n website binnen te gaan. Daarvan heb ik gezegd, laat ik dat nou doen. Daar zijn de mensen van Ronald niet voor ingehuurd. Ja. En ik vond het ook wel een beetje spannend om het zelf te doen. En dan heb je natuurlijk weer die kennisontwikkeling. Hè. Dat is voor jullie interessant. Hè. Dan kun je ook net wat verder dan normaal. En voor jullie ook interessant om daarvan te leren. Nu hebben we een heel extreme zaak. Hè. Ik bedoel, kijk, kinderporn is een beetje het ergste wat er is. Dus dan kun je kijken van hoe ver kunnen we gaan met de wet. Kun je in die zin ook zeggen van afhankelijk van het soort misdaad waar je mensen van kan verwachten, mag je verder gaan of niet? Laat ze me even opsommen. Botnets, dat is eigenlijk een van de meest omvangrijke zaken. Je hebt natuurlijk allerlei ransomware-achtige dingen. Je hebt ook hacktivisme, de anonymous-achtige toestanden. Ja. Hoe kun je daar een soort onderscheid in maken? Van de zwaarte van de zaak naar wat een digitaal rechercheur wel en niet mag in samenwerking met hun. Nou ja, traditioneel is het zo in strafrecht dat als het feit ernstiger wordt, hebben wij meer bevoegdheden. Maar dat is in deze digitale wereld nog niet allemaal zo duidelijk in de wet vastgelegd. Hè. Dus in die zin is het echt nog wetgeving die zich aan het ontwikkelen is. Mm-hmm. Waarin wij soms bepaalde, wat wij dan noemen, algemene artikelen, kapstokartikelen gebruiken om bepaalde dingen juridisch af te dekken. Maar het feit geldt wel, wij maken altijd een afweging, hoe ernstig is het
En hoe ver gaan wij dus met de opsporing? Ja. En dat bepaalt uiteindelijk altijd de officier van justitie. Dus de politie doet voorstellen, denkt mee over de tactiek. Maar op het moment dat we echt dat soort bevoegdheden inzetten, doen we dat altijd, zoals wij dat netjes noemen, onder het gezag van justitie. Dus er is altijd controle op wat wij doen. Dus niet alleen op wat Fox IT doet, ook op wat wij doen. Ja. Maar dan zit de agent natuurlijk binnen de Nederlandse jurisdictie, wat volgens de Nederlandse wetgeving mag. Als je nou de grens overgaat, hoe gaat het dan bij jullie? Nou ja, dat is dus bijvoorbeeld, kijk, als wij zien dat het IP-adres in een ander land staat, dan gaan wij door middel van rechtshulp gaan wij met dat land samenwerken. Het Tor-netwerk kun je dat niet meteen zien. Dus wij zijn daar eigenlijk, hebben we gekeken van zolang we niet weten dat we in het buitenland zijn, nemen we maar aan dat we niet in het buitenland zijn. Ja. En op het moment dat we het zien, omdat we bepaalde toegangsrechten hebben verkregen, wel het IP-adres kunnen zien, dan nemen we direct contact op met het land. Dus die soevereiniteit van landen vind ik razend ingewikkeld als het over deze nieuwe wereld gaat. Want de hacker is vanaf zijn zolderkamertje in no time in 11 landen. En wij moeten in het vliegtuig, wel leuk in het werk, met ons rechtshulpverzoek naar al die landen om daar allerlei data veilig te stellen. Ja.